algemeen directeur van Fly Always, Amichan Chow, spreekt met klem beweringen tegen over vermeende financiële problemen van zijn bedrijf. Er is namelijk een artikel gepubliceerd op de nieuwssite Caribbean News Now, waarin stond dat zijn bedrijf financiële problemen zou hebben. Een anonieme bron beweert in het bericht dat de bezetting van vluchten te laag zou zijn om de vliegoperatie draaiende te houden. Jou geeft aan dat de vliegmaatschappij momenteel slechts de route Paramaribo-Guyana onderhoudt. Er wordt 2 keer per week gevlogen en daarnaast worden er ook chartervluchten uitgevoerd. Het bedrijf blijft zich concentreren op groei en gaat door met investeren. Jou vindt het erg dat de nieuwssite geen moeite heeft gedaan om in contact te treden met zijn bedrijf.